Nederland heeft een rijke geschiedenis in de pluimveehouderij en is van oudsher een pioniersland waar het gaat om het uitbroeden van eieren en het houden van kippen. Vandaag de dag gaan de ontwikkelingen in hoog tempo door. Bij nieuwe inzichten en technieken is de Nederlandse pluimveesector de eerste die investeert. Een van deze innovatieve ondernemers is Johan Leenders. Hij laat zien hoe zijn innovaties bijdragen aan een beter welzijn voor zijn dieren. Er zijn drie dingen heel belangrijk: rust, reinheid en regelmaat. Kippen zijn wat dat gaat net kleine kinderen of baby's. Je moet ze een beetje vertroetelen aan het begin. Dus rust is zorgen dat ze goed kunnen slapen en geen stress hebben in de omgeving. Reinheid, zorgen dat we goed met de hygiëne en alles omgaan, dat ze niet blootgesteld worden aan gekke dingen. En regelmaat is alles wat je doet regelmatig en niet in een gekke volgorde voor ze. Dus op tijd eten, op tijd drinken, goed het dag- en nachtritme erin zetten. Ja, die kip, die kleintjes helemaal, als ze komen willen ze gewoon het idee hebben dat ze lekker in de natuur onder moeders vleugel kunnen zitten. En dat probeer je in deze stal, probeer je dat na te bootsen. Dus je houdt rekening met een goede luchtvochtigheid van onder bij de 50%, een goede temperatuur van onder bij de 34 graden, goede CO2-verhouding in de schuur en zoals je ziet ruimte en strooisel waar ze op rond kunnen lopen met eten en drinken daar waar ze het nodig hebben. De kippen krijgen vier verschillende soorten voer, afhankelijk van hoe oud ze zijn. Ze zijn hier nu net binnen en dan krijgen ze echt babyvoer. Dat is specifiek door een diëtist samengesteld op de leeftijd van die kip. Dus echt op de behoefte van kleine, net uitgekomen kippen. En naarmate ze ouder worden krijgen ze elke keer steeds ander voer. Wel voer waarin zoveel mogelijk lokale reststromen zijn verwerkt. Dus lokale tarwe of lokale andere producten in het voer. En dan elke keer afgestemd op de leeftijd van de kippen. Kippen ten opzichte van het milieu zijn vergeleken met andere dieren veruit het meest efficiënt om er een stukje kip van te maken. En onze sector is daarnaast een van de meest innovatieve sectoren die er is. Als je het vergelijkt met 1990 zijn we al de helft terug in CO2-equivalenten, dus qua broeikasgassen. Er zijn er heel veel die heel veel geïnvesteerd hebben in zonnepanelen en in duurzame maatregelen. En dat maakt dat de kippenhouden zo'n enorm mooie sector is. In de pluimveesector zijn enorm veel innovaties en dat varieert van nieuwe kipconcepten zoals je hier ziet met meer welzijn of meer reststromen voeren tot innovaties die gaan over energiegebruik zoals een warmtewisselaar die ervoor zorgt dat je de binnenlucht gebruikt om de buitenlucht op te warmen waarmee je de helft van je gas kan besparen of andere innovaties die ervoor zorgen dat je helemaal van het gas af zou kunnen. Hetzelfde gebeurt er met de mest die naar BMC Moerdijk gaat die net zoveel warmte daar weer van kan maken of energie van kan maken om een hele stad als Den Bosch mee te verwarmen. En andere voorbeelden zijn bijvoorbeeld de fijnstofdingen. Het is een hele innovatieve sector die om de havenklap nieuwe dingen kan oplossen en om de havenklap blijft innoveren. En Nederland is een absoluut topland als het gaat over kippen of als het nou eieren of vlees is. We zijn veruit de beste in de hele wereld. En andere landen kunnen niet met ons concurreren als het gaat over dezelfde eisen en wetgeving op het gebied van klimaat of dierenwelzijn of op antibiotica gebruik. Nederland is daarin gewoon toonaangevend. En zelfs omringende landen zoals Duitsland en Frankrijk, wat dat ook toonaangevende landen zijn op het gebied van kip, doen het een heel stuk minder als het gaat over CO2 of energiegebruik. En Nederland is wat dat er gaat veruit het beste land, ook voor de kippetjes om op te groeien. De Nederlandse pluimveesector is koploper waar het gaat om diergezondheid, dierenwelzijn en duurzaamheid. Ook in het buitenland blijven onze ontwikkelingen niet onopgemerkt en is er veel vraag naar onze hoge standaarden. Alle aspecten staan aan de basis van gezond, veilig en verantwoord kippenvlees. Zo kunnen wij zonder zorgen genieten van een heerlijk stukje kip.